Hey, Hey. ja, ik weet het. Jullie waren vast heel hard naar je scherm aan het roepen. De vorige filmpje, of het filmpje ervoor, van dat ik verbaasd was van, goh, hoe kom ik aan die diamant eigenlijk? En ik had het filmpje teruggekeken en toen zag ik opeens van, oh, toen viel mij dit op. Twee dikke spellpower gems. Oranje of rood. Even de game sound. Nee, die wel. Die zachter. Toch? En een mooie merch spel. Altijd goed. Moeten die maar eens doen, toch? Vind het wel een beetje rusty hoor. En oh, trouwens, dit had ik bij elkaar geroofd. Het goud en het hout en het ijzer. Om dat bij elkaar te knutselen. En eigenlijk wil ik hem wel. Nou. Extra slot geven. Dat kost 150. En ik heb nu 50.000. Dus. Oké. Every day I'm hustling. En ik zit hier bij een clan, ja. Leuk hoor. Bij de Dutch Knights. En. Het is nog zwaar. Het valt. Ik ben nu eens de laagste. Een full member. Leuk man. Hey, Endlessly, ik zit boven je qua glory. Ik wil Mithril willen krijgen. Dus gaan we rechts springen. Geef me een Mithril. Nee, je gaat geen Mithril hebben. Geen Mithril. Wil het proberen toch? En dat wordt wel spannend, denk ik. Spannend is goed. Even op omhuis. Dan moet het kunnen, denk ik. Maar in deze spannen de aan. Kom op, jong. Dat kunnen wij. Kunnen wij. Kijk, die meisjes, kom op. Kom op. Dit moet lukken. Toch? Hangt erbij, hup, pak. Ja. Maar het gaat niet lukken, ik bedoel wel. Het gaat niet lukken. Dat is toch wel. Oh, toch wel. Oh, toch niet. Nou, pak die totem. Nou, hey. Wordt dan spannend ook, toch? Iedereen erbij. Hop, is oké. Woehoe! Maar toch lekker mithril. Dus dat wordt mijn volgende doel. 150.000 mithril. Oh, ik heb allemaal gifts. Wat leuk. Wat lief. Waar zie ik mijn gifts? Een gift. Een gift maar. Hey Koen, je bent welkom bij Dutch Knight hoor. Gewoon niet meer. Ja, Runaal, ik weet het. Kan ik jullie wel laten zien. Ik had deze. Ik had gevraagd van, goh, mag ik lid worden? En toen was het gereject, want het was vlak voor de Clan Wars. En dacht ze, god, dat is vast een spion. Maar, I'm real. Nou, ondertussen heb ik de ad heb ik gekeken. Boarding crew, courage. En er zit dus een event aan te komen. En op het moment dat ik het opneem, dinsdag rond 1 uur of zo, half 2, is het event nog niet gestart.
Shake that. Okay, hoe is het met me? Oh. Cookies, alles 55, ja toch? Oh, dat kan ook. Kan ik kitchen ook upgrade? Oh, dat is mooi. Kunnen we naar 70? Er is nog genoeg te doen, hè? Ik kan mijn dining hall upgraden, mijn manowels, mijn treasury, mijn mine, lumbermill, shed, manipool, vault. En dan uiteindelijk, als dat allemaal gebeurd is, of, kan ik niet mijn throne nog verder. Dat is jammer. Oh ja, mijn throne woont hier, hè. Er zal er wel een throne 12 aankomen ooit. Every day I'm hustling. Nou, ik kan wel één zo'n cadeautje kan ik wel openen, toch? Zal ik het voor de grap eens proberen? Ik heb 100.000 tickets toch, maar het kan ook voor food. En stiekem vind ik in Arena, vond ik dit altijd een fijnere artefact. Of het nu nog steeds fijn is? Ik weet niet. Gaan we zien. Die moet lukken. Die moet lukken. Die zeker. Ik moet er 5 winnen, toch? Die maar beginnen. De eerste verlies is niet zo erg. Mijn. Oh, wat is een paas aan, man? Paas aan. En ik kan niet mijn artefact gebruiken. Nee, geef niet. De eerste wedstrijd verliezen is niet erg, jongens. Als je dan toch moet verliezen, dan de eerste maar. Toch, wat vindt... Mithril wil ik hebben. Dan moet ik geen level 8 net pakken. Oké. Gaan we niet pakken. Goed. Ah, we zijn helemaal hier. Wat vervelend. Goed, die kan ik pakken. 3,3. Eigenlijk moet ik even wachten om te kijken wie het blijft er. Goed, kop kan niet van mij winnen. Nou, gaan we gewoon voor een zekerheidje. Langzaam komt het wel allemaal terug, hè, dat je eerst kijkt van, goh, wie verliest er? En dan wil je
daartegen vechten of zo. En je wil de eerste wedstrijd wil je wel winnen, maar met minimaal punten. Je wil altijd mensen boven je hebben waar je nog van kan winnen. Dus dit is wel goed dat dit iets langer duurt. Zo'n 6. Ja, mooie rewards. Oh ja, dat ging ik nog doen. Ja, want ik heb twee legendary spellpower gems. Die moet kunnen. Die niet. Die niet. Oh. Oh, oh. Die niet. Die niet. Maar van papi kan ik al winnen, denk ik. En van Lucifer kan ik ook al winnen. Maar... Van wie heeft Antrapaan nou... Die heeft van Ching Chong Chang verloren. Daar had ik ook van verloren, toch? En papa die zit waarschijnlijk op mij te wachten. Wat heeft papa gedaan de vorige... Papa die heeft gewonnen van kop met meer dan ik, oké. Okay. En papa heeft van Ching Chong Chang ook verloren. En ik denk dat ik toch gewoon lekker tegen papi ga. Hoeveel seconden nog? 30. Kom maar papi. Kom jongens, lekker mee vechten. Ik denk dat ik wel van papi ga winnen. Helemaal goed. Hey, proost. Nou ja, van Lucifer kon ik nog winnen. Er was nog een. Ik moet nog twee winnen, toch? Van Larry kan ik ook al winnen, denk ik. Maar kan Larry nog boven mij komen? Nee, hè? Nee. Dus we gaan van Larry en van Lucifer winnen en dan is het goed. For party rocking. Nou, wil je die laatste twee wedstrijden van iemand boven je winnen en niet van iemand onder je. Nou, wat een fijn hoor. Nou, ja, goed bezig Larry. Larry. Ja, ik neem aan Larry zoet invalt, dat het al een Nederlander of een Belg zijn. Goed, we zijn net begonnen, dus ik ben wel mooi. Mooi, bij het begin van een nieuwe cyclus ben ik lid geworden van de clan. Ik kan nog niks met Clan Wars voor jullie betekenen, helaas. Heb jij Mithril? Nee. Oh, maar ik kan wel van jou. Nou, dat is goed. Nou, craft maar. Heb je dat ook? Dat je dan zo snel afgeleid wordt dat je zo zegt van ik hoop dat ik die laatste battle nog kan. Nou, dit ga ik winnen. Woehoe! Geef me je geld, jongen. En Glory. Tari.
Toen nog in de arena geklitst. Dat is altijd een ding, hè, in een clan. Dan heb je de clan wars gehad en dan krijg je dingen. Vinden jullie dat leuk? Dat is wel leuk, toch? Wat wij gewonnen hebben. Het is altijd spannend. Wat. Nou. Niet eens heel slecht, toch? Nou. 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 Best prima, wel. En hier zag ik ook nog wat oranje. Ja, de workshop heb ik nog niet, dus daar heb ik nog niet, weet ik nog niet wat je daarmee kan. Goed, hoe gaat het met mijn... Kijk, tiende of elfde. Goed, mijn Mithril jacht. Award. Nee, ik ging eerst. Heb je dat? Dan wil je iets? Dan denk je, oh ja, dat moet ik ook nog doen. En dan heb ik dan een gym workshop. Items equipped. En dan moet ik dropje. En Samuel moet ik wat geven. Wie is stoerder? Dropje of Samuel? Ja, Samuel, die is om mensen te resurrecten. Oh, die is een healer. Oh, ik dacht dat hij een resurrect was. Dropje de resurrector. Wacht even. Heb ik geen... Huh? Heb ik geen resurrect meer? Heb ik geen redder? Ik dacht al. Dit is mijn redder. Dus ik heb een stunner, een healer en een resurrector. Kom. Is het fijn om die nog meer te geven? Als ik die nog meer spelpower geef, dan komt die op 60. Dan kom je met 60.000. Health tot leven. Goed, en als ik die stunner nou wat meer geef nog, dan gaat zij... Of de healer. Die healer die doet helemaal niks nu, hè? Maar die heeft ook... Die heeft ook geen spelpower ding of zo. Kan ik hier wel een spelpower doen? Goed, wat is jouw spelpower? 43.000. Die heeft niet zoveel, 44.000. Dus ik denk dat hij wel meer kan gebruiken. Hier. Dus dan gaan we daar twee. Oké. Items equipped. En dan Björn. En dan die, ja. Je kan er toch iets mee doen, hallo?
Ik ben nog een beetje rusty. Even kijken, 15. Ze hebben problemen met het netwerk. Nou, jammer dan. Soppa. Nou, dat is wel een miljoen waard, denk ik, toch? Hoppa. Lekker dan. Geen video meer. Geen videoclips. Clippers. Gaan we het gelijk maar testen, toch? Ik had nog iets, toch? Ik had ook nog een paarse crit gem, volgens mij. Ik weet niet of ik al... Wie wil ik crit? Jou bijvoorbeeld. Crit, oké. Okay. Angel Justice Bow. De Angel Justice Bow van die. Use. Extract. Ja. Yeah. En dan. Ik ga die erbij. Zo. Nou, nog een keer arena doen, toch? En we hebben nog steeds de, ja. Als ik nou die pak, hè. Nee, maakt niet zoveel uit. En ik heb het idee dat deze beter is. De Ankh is wel goed als je hem zelf kan besturen. Maar als de computer hem bestuurt, dan is die minder prettig. Goed. Die kan ik aan. 2, 3, 4, 5, 6. Oké, dus ik kan er wel wat aan. Oké, wat mijn tactiek is, ik kijk wie er nu 0 punten haalt. Dus wie er verliest. Want je wil eigenlijk onder iemand komen. Je wil wel winnen. Ik krijg hier iemand met 4 miljoen of zo. Daar denk ik dat ik wel van kan winnen. Dus eentje met 4 miljoen en die dan het liefst 0 punten had. Dus van tegen die, of Rachti. Of die, is dat? Oh, dat kan ik ook wel tegen, ja hoor. Hoe is het met de... Zijn we nog aan het opnemen? Jawel, toch? Ja, toch? Hoe lang zijn we al bezig? Ja. Voor instellingen, ja, oké. Okay. Maar waar is mijn... Hoe lang zijn we bezig, jongens? Deze lekker knippen. Hij heeft me een volgverzoek gestuurd op Insta. Mijn liefje, als ze mij wil volgen, kan je mij gelijk op Insta volgen. Gewoon. Maar dit is wel fijn eigenlijk. Want ik win wel, maar het duurt lekker lang. Dus ik heb lekker veel mensen boven me waar ik nog van kan winnen. Een minuutje. Ik ga niet knippen. Face 2. Die kan ik hebben. Die kan ik denk wel hebben. Die kan ik wel hebben. Die kan ik wel hebben. Yui Ian.
Maar je wil eigenlijk iemand boven je houden waar je nog van kan winnen. Ik moet onder die Marietta blijven. Marietta. Ik verwacht dat ik zo'n 200 punten haal, dus dan kom ik boven hem. Boven hem. Of die. Maar wat doet die kap. Wie heeft er tegen mij gevochten? Is er niemand? En soms zit er ook wel eens, ja, niet hackers tussen, maar die hebben dan echt hele lage power. Dat dus je denkt van, nou, daar kan ik makkelijk van winnen. En die sla je dan met drie vingers in je neus. Nou, dat niet meer, hoor. Nou jongens, kom. Pak hem. 213. Nou, vind ik net scoren. Maar als dit klaar is, dan is het al klaar. Deze arena bed. Dan ga ik eens even naar de... Ga ik in een volgende filmpje ga ik Thijs zijn dingen, zijn dilemma bekijken. Die kan ik wel hebben. Die kan ik ook wel hebben. Maar eigenlijk om die 482, oké. Ja, dan kan ik makkelijk die pakken. Maar dit is 3. Dus ik moet er nog 2... Ja, en ik moet ook de dungeon in en ik moet alles. Ik ga gelijk naar de berg lopen. Hoppa. Ik sta nu wel steeds beter, toch? Ik wil onder die... Ik verwacht dat ik wel kan winnen van... Van die denk ik dat ik wel kan winnen. Dus die wil ik als laatste. Dus dan krijg ik 200. Okay. Nee, pak hem. Ik heb wel weer top 3, denk ik. Dus dat is wel fijn. Het liefst wil ik natuurlijk nummer... Want dan krijg ik weer een ticket, toch? Als je dan... voor voet speelt. Oh, die Tetsuo... Oh, maar dan kan die Am van Tetsuo winnen. Wat andermaal van Tetsuo... Oh, nee, maar Tetsuo wint van Am. Oh, en ik heb van Tetsuo gewonnen, dus ik ga wel van die winnen, denk ik. Wat even nog in de chat, gezellig, ik kopie jouw keuze. Ja, Bartje hem niet zo piep. Kom, ik wil die laatste. Ik wil nog wat mithril, is nog wel. Nee hoor, die is 4,2 en die is 4,2. En die antwoord van Tony Stark, ja. Yeah. 4,2. Yo Rick, dankjewel. Wat doe jij? Racht die boemtop? Nou, we gaan over racht die. Karma. Als ik dit win, sta ik wel top 3, denk ik. Ja, loser. Meer dan 200, alsjeblieft.
Echt verhaal is. Nee, met heel veel moeite. Als ik win, is het wel heel veel moeite. Niet verdiend hoor. Niet verdiend. Zeven is er acht. Vier, jammer ja. Jammer ja. Maar vroeger moest je heel lang wachten. Goed, dit was mijn... Dit was het weer vandaag. Ik zeg tot morgen. Doei.